I have mixed feelings hierbij. Tot mijn grote vreugde is vorige week mijn fiets weggehaald in Amsterdam. Dat betekent dat hij ergens op het fietsdepot staat. En ik kom die vandaag ophalen. Dat komt goed uit, want ik ben vandaag fietsdepot medewerker. Samen met Leila. Misschien een hele stomme vraag, maar hoe ben je erop gekomen om hier te werken? Er gebeurt echt van alles. Alle soorten mensen komen langs. En het contact vind ik het leukste. Zijn jullie ook degene die daadwerkelijk de fietsen weghalen? Nee, heel vaak denken mensen dat wij dat doen. De handhavers die verwijderen de fietsen. Oké, dus ik ga vandaag ook mijn fiets zoeken. En wat gaan we nog meer vandaag doen? Ik wil heel graag uitleggen hoe het hele proces in elkaar zit. Vanaf het moment dat de fiets wordt weggeknipt tot de klant hem eigenlijk komt ophalen. Op het eind van de dag dan kan je weer vrolijk met je fiets wegfietsen. Ja, het is toch heel anders om aan deze kant te zitten. Dan weet je niet. In ieder geval zeker dat je niet voor je fiets komt. Hier kunnen we eigenlijk alle fietsen vinden die wij hier hebben staan, behalve de verlaten fietsen, want die worden nooit opgehaald. En geven jullie wel ook psychische ondersteuning? Ja. Ja. Dan komt de eerste klant. Hi, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Kom mijn fiets ophalen. Het gaat om een zwarte damesfiets. Zwart. Die kleur staat erin. Weet je toevallig welk werk? Gezellig. Was deze? Nee. Is deze? Nee, ik heb geen bak voor. Ik krijg nou wel een beetje warm, want daar hebben we hem niet. Oké. Deze. Dat is hem. Dat is hem. Ik ben wel blij dat jij blij wordt. Ja, zeker. Liever hier dan gestolen. Hé, wat voor mensen komen hier nou om die fietsen ophalen? Dat is heel verschillend. We hebben wel eens gehad dat er zo'n agressieve klant was die met een kettingslot ging zwaaien. Die was zo boos dat de fiets was verwijderd. En worden jullie daar dan ook een beetje in getraind? Ja, zeker. We hebben zeker één keer in het jaar minimaal agressietrainingen. Als fietsdepotmedewerker moet je natuurlijk heel veel overzicht hebben, want er staan hier duizenden fietsen. Ja. Je moet goed om kunnen gaan met vervelende situaties. Ja, het is daarnaast ook heel belangrijk om behulpzaam te zijn. Ook klantvriendelijkheid staat voorop, want wij zijn het eerste aanspreekpunt. Ja. Hi. Hallo. Hi. Hey, wat doe jij hier nou precies met de fietsen? De fietsen die de handhaving hier afleveren, die registreren wij. Dat betekent dat wij de schades een framenummer in de computer opslaan. Ja. En aan de hand van die gegevens kan een klant zijn of haar fiets bij de balie terugvinden hier. Nou, speciaal vandaag ook een kijkerstip. Ieder fiets heeft een framenummer, maar helaas staan ze bij ieder fiets op een andere plek. Hier aan de voorkant, hieronder of onder in je zadelbuis. Dus, foto maken van je framenummer, dat is handig voor diefstal. Dat is niet handig, maar goed. Leila, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Maar dat komt omdat ik hier sta. Oké. Jij gaat achter de computer? Ja. Ik ga die fiets zoeken. Let's bounce. Lonneke, hoor je mij? Ik hoor jou. Ja, weet je het merk van de fiets? Ik denk een Bataze of een Gazelle. Gazelle, ik zal even kijken. Is het een dames- of herenfiets? Een damesfiets. Ik ben namelijk zelf een dame. Ik denk dat ik hem gevonden heb. Heb je van die dingetjes achter op het bagagedrager? Ja, ik heb ijspapiertjes. Hij staat op P25. Ben ik mooi mee opgezadeld. Oh ja, P. Dat is wel ver weg. Ik ga er even helpen. Ik help je even. Zo. Wat een leuke trein heb je bij. Dat vind ik zo leuk. Hier ergens in dit rijtje staan. Ja, dit is hem. Ik heb dus ijspapiertjes hier aan vastgeknoopt. Kijkerstip 2. Doe 2 ijspapiertjes op je bagagedrager. Dan vind je fietsen altijd makkelijk terug.